Voor Mathilde en Gerda is het vandaag niet zomaar een dag. Ze hebben een moeilijke beslissing moeten nemen. Hun hondje Tessa, dat ze al 14 jaar hebben, is zo oud en ziek dat het beter is om haar in te laten slapen. Het naderende afscheid valt de tweeling en hun zus Marina zwaar. Ze is voor mij gewoon familie. Zusje. Onderdeel van het gezin. Ja. En het is ook gewoon 14 jaar, bijna 14 jaar van je leven wat je afsluit. Omdat wij nu weten dat ze gaat, kunnen we het nog doen. Maar we willen graag nog wat mooie foto's met haar als herinnering. En met de andere hond kon dat niet, want die ging plotseling dood. Gelukkig kon onze fotograaf vandaag. En morgen was ze dan ingeslapen. Morgen om 1:30. Ze kan gewoon niet meer. En ik wou dat het anders was. Maar dat is het niet. Ze heeft artrose, ze heeft staar, dus ze ziet alleen nog lichte schaduw. En ze heeft een hartreus. Nierfalen. Ze laat haar plas en poep lopen. Ze hoort bijna niks meer. Ja, kijk, je hebt ook bijvoorbeeld mensen met een hond. Ja, die zeggen dieren hebben geen ziel. Ja, wij geloven daadwerkelijk dat dieren toch wel een ziel hebben. Maar ik voel ook gewoon heel veel liefde van die dieren. Als ik in een hoekje zit te huilen en niemand ziet dat, dan komen ze ook niet naar me toe. Maar een hond voelt dat gelijk. Ja. Gast een showtje riep. Hier staat hem. Dat is hem. Nou, dit is de deksel. Kijk, forever in our hearts. Om straks een mooie, tastbare herinnering aan Tessa te hebben, gaan ze bij een professionele fotograaf een fotoshoot doen. Hi. Kom. Kom. Zit. Blijf. Ja, hier. Hou hier vast. Zie zo kort. Een reertje gewoon maar. Nee, niet doen. Nou, we proberen een nieuwe zoek. Zit. Goed zo. Ja, maar ook. Leg het. Tessa zit nou. Dit is een moment. Leg het. Zit. Leg. Kijk eens. Ja, die is leuk, denk ik. Ja, kijk eens. Tessa. Kijk eens hier. Nou, kijk eens. Nou, die is echt leuk. Zie je? Oh. Het is geen mooie hond. Waar zou je wel een mooie hond? Ze was prachtig. Ja, en ze is de liefste van de drie. Oh, wat een Oh, die is echt mooi. Oh, die is geweldig. Druk Marina. Ja, kom. Als je dan druk bezig bent met iets, dan dringt het allemaal even niet tot je doel natuurlijk. Je bent nu druk met dat ze mooi moeten poseren. Dat gaat nogal moeilijk, zijn ze ook kinderen. Tessa. Hiro. Hallo. This is hidden. Tessa, kom. Ja. Ja? Ik ben gelijk helemaal snodderig door die honden. Ja. Bedankt, hè. Voor Mathilde en Gerda breekt zometeen het moment aan dat ze echt afscheid moeten gaan nemen van hun hondje Tessa. Ze is oud en helemaal op. Zometeen komt de dierenarts haar een spuitje geven. Nou, ik ga nog even in, 2 plakjes voor de snijden. Ze vindt ze wel leuk. Maar ze gaat er wel van genieten. Smaak is nog goed. Ja, kijk, ze kan het niet eens opeten. Ze sabbelt erop en ze gooit het ernaast. Ze is zo simpel. Ze is zo onschuldig. Ja, ze loopt gewoon tegen de muur aan. En dan loopt ze gewoon verder zonder dat, alsof er nooit wat gebeurd is. En dan is het zover. Tessa slaapt rustig in. En daarna leggen Mathilda en Gerda haar nog even op een kussentje. Zodat zij en de andere honden rustig afscheid kunnen nemen. Ik ben het moeilijkste gedeelte heb gehad.